Welkom bij deze kwartaaldemo van het DSO. Mijn naam is Maaike Pijnaker, ik ben productmanager van het DSO. En ik ga u vandaag in 3 rondes meenemen door de highlights van wat we de afgelopen tijd functioneel hebben ontwikkeld in het DSO. Oh ja. Wat u van ons gewend bent, is dat wij u meenemen langs de processtromen van het DSO, die zowel de lokale applicaties door uw eigen softwareleverancier ontwikkeld en door de landelijke voorzieningen meenemen. En in de eerste ronde, die we ketenintegratie noemen, zijn dat een 4-tal demonstraties waarbij we beginnen over de productiegang. Dan gaan we het hebben over het configureren van behandeldiensten. Vervolgens gaan we in op muteren. En we sluiten deze ronde af met de bruidschat. In de tweede ronde komen we dan toe aan de gebruikerstoepassingen en de vernieuwing in de viewer. En in de derde ronde gaan we het hebben over samenwerken en hebben het nogmaals over het instellen van behandeldiensten. We hebben vandaag zowel sprekers hier in de studio als thuis. En we beginnen met, aan tafel hebben we hier Arie Duindam, mijn collega productmanager van het DSO. En Vincent van Dijk, product owner van RWS. Arie, welkom. Ja, dank je. Waarom hebben we het nu al over productiegang? Nou, dat is wel een goede vraag. Ja. Die vraag die krijgen we best wel eens. Van, wat zijn jullie nou bezig met productie? Want het is, DSO is toch helemaal nog niet af. Hè? We zijn toch nog aan het bouwen. Dan ga je toch niet in productie. Dus ik kan er even iets over vertellen. Ik vind het ook belangrijk om dat te doen. Dat jullie allemaal weten van wat staat daar nu en wat betekent dat en waarom doen we dat. Ik denk de aanleiding om dit om al een stukje DSO naar productie te brengen ligt eigenlijk al eind vorig jaar, toen we in de planning hebben opgenomen dat met name de provincies die wilden hun ontwerpverordening gaan publiceren. Op dat moment was de uitstel van de wet nog niet besloten. Dus toen hebben we gezegd, nou, als dat echt moet, dan moeten we die omgeving ook klaarzetten om dat te kunnen doen. Dus we hebben toen eigenlijk in de planning opgenomen om in april dit jaar een productieversie neer te zetten van het DSO, waarmee de omgevingsverordeningen gepubliceerd zouden kunnen worden. Het had ook nog een tweede doel, dus ik denk ook belangrijk om te vermelden dat onze algemene strategie van het DSO echt live naar productie brengen, proberen we echt een Big Bang te voorkomen. Want je kan niet om 12 uur 's nachts, als de wet in werking is, ineens die omgeving gaan optuigen. Dus we willen eigenlijk zo vroeg mogelijk al delen naar productie brengen die daar geschikt voor zijn. Ook om daarmee te oefenen. Het oefenen is eigenlijk ook voor ons. Dat hele implementatieprogramma draait natuurlijk om oefenen. Ja, ook een stuk dienstverlening naar productie brengen moeten we ook oefenen. Dus we hebben ook een mooie oefenronde daarmee gehad. En we hebben ook gekeken wat komt daar nu allemaal achter weg als je dat wil doen. Ja, wat is er nodig om een productiegang te gaan maken? Ja, dat was best wel een dingetje. Want we hebben natuurlijk veel focus gehad op inderdaad functionaliteit van DSO. We willen graag dat het omgevingsloket een aantal dingen kan. Maar als je naar productie gaat, en ik denk dat ik de slide, ik denk dat ik het al op het scherm heb, hè, de productieomgeving. Daar komen dus nog ook dingen bij. Bijvoorbeeld nadenken van ja, als het bepaalde functionaliteit nog niet beschikbaar is, wat doe je dan? Dus we hebben nu gezegd, nou, dan laten we dat wel zien, maar dan nog bij dat in ontwikkeling is. Maar er komt ook allerlei dingen omheen vanuit compliance bijvoorbeeld. Zo hebben we op de productieomgeving nu een toegankelijkheidsverklaring. Dat is op grond van de nieuwe WCAG-eisen. Moeten we dat eigenlijk op 1 september zou dat moeten hebben? Nou, we hebben dat nu al. Het is ook een officiële verklaring. Die is ook getekend door een bestuurder. Dus allemaal dat soort maatregelen om de functionaliteit heen is echt belangrijk om dat ook op tijd in gang te zetten eigenlijk. Oké, en je laat ons nu ook echt productie zien. Ja, dit is de productieomgeving. Ja, dus dat kan je vinden bij omgevingswet.overheid.nl. En daar kan je dit dus doen. En ik zal zo ook laten zien wat je dan kan. Maar ja. Ik vind het verhaal eromheen wel van belang. Dat het werkveld ook weet van waarom staat dit er. En wat doet dit nu al? En wat zou je daar nu al mee kunnen?
Ja, want wat kan ik erop vinden? Ja, je kan erop vinden. Eigenlijk zie je hier die tegeltjes. Hè. Als je naar de pre-productie omgaat, dan zie je veel meer functionaliteit. Dat is ook echt het verschil. Dus je kan hier ook eigenlijk alleen maar de tegelregels op de kaart doen. Die zal ik zo meteen doen. En we hebben natuurlijk, omdat het productie is, hebben we ook wel links gemaakt naar de huidige dienstverlening. Dus bijvoorbeeld de bestemmingsplannen, daar vind je de juridische versie, die vind je op ruimtelijkeplannen.nl. Dus we hebben hier wat linkjes. Ik heb net die toegankelijkheidsverklaring al laten zien. Er zit ook een echte privacyverklaring bij, een echte cookie-melding. Dus het is gewoon wel in die zin volledig. Wat je dus kan, is regels op de kaart. En wat je hier krijgt, wat je ook in de preproductieomgeving ziet, maar dan zie je eigenlijk meer functionaliteit dan hier. Hè. Dus deze versie is echt geschikt gemaakt voor dit kunnen we naar productie brengen. Wat je hier ziet is basale functionaliteit. Ik ga niet de hele viewer demonstreren. Dat is niet nodig, want dit heeft iedereen al vaak gezien. Je kan dit zelf ook bekijken. Maar wat je hier wel ziet, als je typfouten maakt, doet hij het niet. Hè? Dat heb je vaak wel als ik een adres zoek. En ik zoek hier op een adres en ik ga dan, heb ik even wat trucjes. Hè? Maar dat is eventjes om te laten zien wat dit nu doet. Wat we hier nu eigenlijk zien, dat zijn eigenlijk alle ruimtelijke plannen. En die zijn via het informatiehuisruimte, komen die naar de nieuwe viewer toe. Dus je ziet hier nu een lijst met bestemmingsplannen. Dit zijn bestemmingsplannen die zijn vastgesteld onder de wet ruimtelijke ordening. Ook andere planvormen overigens, dus ook plannen van het Rijk. Hier zie je bijvoorbeeld een ministeriële regeling staan. Dus eigenlijk wat we nu op productieomgeving hebben, dat is aan de achterkant draait LVBB met het koppelvlak KORF. Maar daar zouden dus omgevingsverordeningen op aangeboden kunnen worden. Ja, inmiddels is dat dichtgezet, omdat dat doel hebben we niet meer. Maar dat draait ook, informatie als ruimte draait daar, dat draait knooppunt, dat is daarvoor nodig. Is een aansluiting met Ozon is er. Dus er is eigenlijk wel een heel aantal componenten is uitgerold naar de productieomgeving. Dus om dit mogelijk te maken. Dus je ziet dus niet alleen maar het omgevingsloket. Er zit wel een heel stuk infrastructuur achter. Oké. Okay. Hey, we hebben een vraag vanuit de chat. Jitske vraagt over de versie van STOP waarmee in productie staat. Is het nu nog 98 kern? En zo ja, wanneer kunnen we verwachten dat die naar 1.0 gaat? Ja, dat is een bekende vraag natuurlijk. Het is nu inderdaad 98 kern. Eigenlijk is het nu IMRO, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk helemaal het juiste antwoord. Want wat je hier ziet, dat zijn dus de WRO-bestemmingsplannen. Ik zal er eventjes eentje openen. Maar het is inderdaad 98 kern. En op enig moment gaan wij dus ook naar de productieomgeving ondersteuning voor STOP 1.0 krijgen. Ja, en natuurlijk ook de andere koppelvlakken, STAM en STTR, komen daar dan ook bij. Dus ons doel is om dat te laten groeien met de volwassenheid van het DSO. Dus we zijn ook bezig met een roadmap productie op te stellen. En daar gaan we dus in de tijd uitzetten van wanneer zouden wij willen dat je met STOP 1.0 omgevingsdocumenten op productie kan publiceren. En we hebben daar altijd een soort combinatie tussen techniek en echt business value. Dus we moeten daar ook een case voor hebben. Dus een overheid die zegt, ik wil echt op productie documenten publiceren. En dat zou voor ons een trigger zijn in de productieroadmap om daar dan dat stuk naar productie te gaan brengen. Oké. Okay. Nou, wat kan ik nog heel eventjes iets laten zien? Nou, kijk, wat je hier dan inderdaad ziet is verder niet heel spectaculair natuurlijk. We zien inderdaad die kaart. Je kan hier kan je kiezen. We zien hier een verkeersbestemming. Je ziet hier het. Als ik hier even klik op het paleis. Ja, dat is wel leuk om even te vertellen. Want je ziet dat hij nog best wel er even lang over doet. Hè? Dat zou je natuurlijk eigenlijk niet willen op productie. Dus wat ook wel echt goed is van deze versie, is dat we nu ook kunnen kijken van als je met de productie infrastructuur draait, wat doet dat dan met de performance? We hebben best wel. We moeten echt zorgen voor die performance dat die goed blijft. En het voordeel van de productieomgeving is dat je ook echt ziet van op een omgeving die wel schaalbaar is, hoe werkt dat dan? Je ziet dat hier de artikel verkeer. We zien hier alle straten die hebben bestemming verkeer. En wat je eigenlijk hier terug ziet, nogmaals, dit is niet spectaculair. Dat zijn dan de teksten uit het bestemmingsplan. En ik ga dan eventjes naar ruimtelijkeplannen.nl over. Hier zie je eigenlijk de huidige dienstverlening nu.
Dus hier zie je ook een... moet ik niet precies hier klikken. Hier zie je ook die enkelbestemming verkeer. He, dus, en met ook de planregels erbij. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is dus de koppeling maken... via het informatiehuis ruimte met al die bestemmingsplannen die nu in ruimtelijkeplannen.nl zitten. Nou, dat is wat er nu staat met het verhaal daaromheen. Oké, dankjewel Arie. En dan schakelen we door, of tenminste schakel ik over naar Vincent. Vincent, je gaat het hebben over behandeldienstconfiguratie muteren met ons. Allereerst, wat is nou eigenlijk een behandeldienst? Ja, nou, Maaike, een behandeldienst is eigenlijk een, iets wat de overheden gebruiken, gemeenten, provincies. En via een behandeldienst kunnen ze eigenlijk hun werk uitbesteden, omdat ze dat vaak niet zelf doen. Dus bijvoorbeeld een omgevingsdienst of een samenwerkingsverband kan dan namens die overheid aanvragen ontvangen. En ook de vergunningverlening of de melding afhandelen. Oké, en jij gaat laten zien hoe een bevoegd gezag dat kan gebruiken? Ja, dat klopt. Wij hebben het namelijk zo heel flexibel gemaakt. Want als je denkt aan die dienstverlening, ja, sommige overheden willen hele specifieke taken aan die behandeldienst uitbesteden. En andere, ja, die hebben eigenlijk helemaal zelf niets en besteden alles uit. Dus door middel van het configureren van een behandeldienst, ja, kan je eigenlijk al die verschillende smaken kan je instellen. Maar ik zal eerst even beginnen met... Je kabeltje hebben? Een kabeltje. Want anders kunnen we heel weinig laten zien. Dat zijn we ook gewend, hè, van de kwartaaldemo's, dat we altijd met kabeltjes bezig zijn. Dus dat hebben we nu ook gewoon nog steeds. Ja, nou, ik wil beginnen met even een korte demo van het omgevingsloket, waarin ik een aanvraag ga doen op een bepaalde locatie. In Arnhem, in dit geval. En ik ga een activiteit... ga ik een vergunning voor aanvragen. Dat is even een testactiviteit voor de instelling van de behandeldienst. Namelijk het activeren, testen en aansluiten van omgevingsdiensten. Maar daarnaast ga ik ook nog in mijn project afvalstoffen lozen op oppervlakte waterlichaam. Want dat is eigenlijk een activiteit van een andere overheid. En ik wil ermee laten zien dat je dus ook binnen een verzoek tot verschillende behandeldiensten kan komen. Nou, de vragen sla ik even over. Die zijn niet zo heel relevant voor deze demo. En ik ga gelijk naar het einde toe. Nou, wat je nu ziet, ik heb twee activiteiten heb ik klaarstaan. Namelijk het activeren en testen en het aansluiten van omgevingsdiensten. En het lozen op oppervlakte waterlichaam. Ja, dat zijn verschillende type activiteiten. En doordat het een verschillend type activiteit is, leidt dat tot een verschillend verzoek. Want de bovenste activiteit is een activiteit van een gemeente. Dus dat leidt tot een verzoek voor een gemeente. En de onderste is voor een waterschap. Dus dat leidt dan tot een verzoek voor een waterschap. Dat zullen we ook zien, want als ik nu op volgende klik, dan wordt de bevoegd gezagbepaling afgetrapt. En je ziet inderdaad dat het activeren, testen en aansluiten gaat aan de gemeente Arnhem. De vergunning en de vergunning voor het aanvragen van het lozen gaat naar het waterschap Rijn en IJssel. Nou, dat is allemaal niet nieuw. Dit is een afleiding van bevoegd gezag. Maar een bevoegd gezag, wat ik aangaf, kan ook aangeven, ik wil eigenlijk dat de behandeldienst dat voor mij doet. Dus in dit geval heeft de gemeente Arnhem een behandeldienst ingesteld. En ik moet eerst nog verklaren dat ik alle vragen en waarheid heb ingevuld. Want zeg maar, die afleiding van de behandeldienst gebeurt helemaal aan het einde van het proces van het aanvragen of doen van een melding. En nu zullen we dus ook zien dat voor de gemeente Arnhem gaat het verzoek naar de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem. En het waterschap heeft geen behandeldienst. En dat gaat gewoon naar het waterschap zelf. Nou, dat voor het omgevingsloket. Hoe komt nou die informatie over die behandeldiensten, hoe komt het loket er nou aan? Nou, daar is een service voor. Die is ook beschikbaar in het ontwikkelaarsportaal. Dat is in dit geval de verzoeksroutering. En dat is een service die het omgevingsloket gebruikt om de informatie op te halen zoals die geconfigureerd is voor de verschillende activiteiten. Als we in de service duiken, dan zie je dat die verzoeksroutering heeft twee services. Namelijk het bepalen van bevoegd gezag, zoals we hebben gezien. Maar ook het bepalen van een behandeldienst. En die behandeldienst wordt bepaald op basis van
eigenschappen van een activiteit. De activiteit zelf, maar ook een aantal andere eigenschappen zoals we zullen zien. Nou, naast deze service, dus dit is eigenlijk een service vooral die we als omgevingsloket zelf gebruiken. Eventueel derde partijen kunnen die service ook gebruiken om informatie over behandeldiensten op te halen. Maar overheden zelf gebruiken een andere service, namelijk het configureren van de behandeldienst. Dus dat is de behandeldienst configuratie beheren. Nou, wat kan je er allemaal mee doen? Ik gaf al aan. Je kan dus op elk niveau van een activiteit kan je die instelling maken. Om dat even toe te lichten, kan ik misschien even iets vertellen over activiteiten. Je ziet hier een functionele structuur. En je ziet ook een activiteit. In dit geval heb ik even een andere activiteit genomen. Het is iets makkelijker voor een demo dan het activeren. Je ziet een uitweg maken, hebben of veranderen. Dat is een activiteit helemaal onderaan de functionele structuur, zoals we dat noemen. Je ziet eigenlijk dat een hele boom van activiteiten is, met uiteindelijk de activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Hou dat even vast, dat idee, dus dat een activiteitenstructuur is gelaagd. Want als je dus dan vervolgens kijkt naar het kunnen configureren van die behandeldienst, dan kan het op een aantal niveaus. Je kan namelijk ietsje groter maken. Je kan aangeven dat voor een hele specifieke activiteit een behandeldienst ingesteld kan worden. Dus in het voorbeeld dat we net noemden, ik zou dus als gemeente Arnhem kunnen zeggen, ik wil dat een uitweg maken, dat door een behandeldienst wordt afgehandeld. En verder eigenlijk helemaal niks. En in dat geval zullen alle andere activiteiten waar de gemeente Arnhem bevoegd gezag voor is, die zullen gewoon naar de gemeente Arnhem gaan. Nou, de gemeente Arnhem kan ook zeggen, ik wil eigenlijk dat alle activiteiten die in mijn omgevingsplan gereguleerd zijn en waar ik bevoegd gezag voor ben, dat die naar een behandeldienst gaan. Dan zal dus alles wat onder deze tak valt, zal dan naar die behandeldienst gaan. Hij kan het eventueel nog hoger instellen. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige configuratie die ook een overheid kan maken. Je kan ook op het allerhoogste niveau in die functionele structuur zeggen dat alle activiteiten waar een gemeente bevoegd gezag voor is, dat die naar die behandeldienst gaan. Want niet alle activiteiten die we in het omgevingsloket ontsluiten, die worden ook gemaakt door een gemeente. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het Rijk op basis van de besluitactiviteit leefomgeving een activiteit heeft aangemaakt, waar de gemeente bevoegd gezag voor is. Nou, ook voor die activiteiten kan dus ingesteld worden dat die naar een behandeldienst gaat. Dus zo maken we het eigenlijk heel flexibel met de functionele structuur. Kun je al een vraag hebben, Vincent? We hebben een vraag in de chat. Ja. Die zal ik hem doen? Ja, stel jij hem. Dus een vraag voor Vincent staat erbij. De behandeldienst moet je zelf instellen als bevoegd gezag. Moet je daarvoor een aangesloten zaaksysteem hebben? Of komt er in de toekomst een invoerscherm hiervoor? Zodat je als je alles hebt uitbesteed, vergunningen kan instellen zonder aan te sluiten. Ja, dat is een actuele vraag. Ja, dus, dat is een hele interessante vraag. Ja. Want inderdaad, als DSO leveren we een service. Dus de service die ik laat zien, die gebruik ik een behandeldienst te configureren. We leveren daar geen scherm mee. Dus eigenlijk het idee van het open stelsel, want wat ik ook hier laat zien. Dit is ook het API-register van het open stelsel. Het idee is dat leveranciers zelf een scherm kunnen maken op basis van die services. Ja. We hebben onlangs ook een hackathon uitgevoerd. Die heeft nog niet tot gewenste resultaat geleid. Maar we kunnen daarmee wel zien dat leveranciers in staat zijn om die services ook te gebruiken. En eigenlijk in vrij korte tijd zo'n scherm te maken. Ja. Ja, hebben we gezien. Hè? Dus het idee is inderdaad dat leveranciers van een VTH-systeem eventueel zelf die beheerschermen ook kunnen maken. Okay. Dat is dus activiteit. Ik gaf aan, het is heel flexibel. Want er zit nog meer flexibiliteit in die configuratie. Want je kan ook op basis van toestemming ook nog de behandelingsconfiguratie sturen. Wat wil dat nou zeggen? Als we weer even teruggaan naar die functionele structuur. Je ziet hier eigenlijk nu alleen maar staan indieningsvereisten. Dus dat is eigenlijk het aanvragen van een vergunning. Maar we hebben nog meer toestemmingen. Je kan een melding doen. Je kan informatieplicht
moet je aan voldoen. Dus eigenlijk voor al die verschillende toestemmingen kan ook een overheid bepalen. Daar wil ik wel een behandeldienst voor gebruiken en daarvoor niet. Je kan je dus voorstellen dat die meldingen dat die uitbesteed worden aan een behandeldienst. Maar dat alle vergunningen nog wel door de overheid zelf beoordeeld worden. Dus daar zit ook nog een manier om daarmee te spelen. En daar zeg maar heel gericht ook je dienstverlening op in te richten. Nou, dan hebben we nog een derde parameter ingebouwd. Je ziet ook nog staan locatie. En dat is eigenlijk een parameter die niet zozeer voor een gemeente relevant is, maar weer wel voor een provincie of het Rijk zelf bijvoorbeeld. Want met locatie kan je dus, neem het voorbeeld van Arnhem, zit in de provincie Gelderland. Stel dat Gelderland voor een activiteit het bevoegd gezag is, kan je dus instellen dat voor alles wat binnen Arnhem plaatsvindt, die regionale omgevingsdienst de behandeldienst is, maar alles wat in een andere gemeente in Gelderland plaatsvindt, dat weer een ander is. En zo kan je dus eigenlijk met die drie parameters, dus activiteit op elk niveau, de verschillende toestemming en de locatie, kan je dus heel specifiek inregelen waar een behandeldienst voor gebruikt kan worden of niet. Oké. Okay. Vincent, je hebt ons net de functionele structuur laten zien, hè? Maar hoe komt die nou eigenlijk tot stand? En hoe werkt dat als we daarmee gaan muteren? Ja, je ziet inderdaad voor het instellen van behandeldienst, functionele structuur is daar heel erg belangrijk voor. En vooral ook die boom, dus die structuur. Dus want je kan op hoog niveau zaken instellen, ook op lager niveau. En dat is niet alleen voor behandeldienst, maar ook voor bevoegd gezagafleiding en nog een aantal andere zaken die voor indienen ingesteld kunnen worden. Maar die functionele structuur komt inderdaad niet vanzelf in dat loket. Wat moet een overheid daar nou voor doen? Ik wil even kort door wat slides heen gaan, voordat ik het ook laat zien hoe dat nu in het omgevingsloket zit. Want eigenlijk begint alles bij het omgevingsplan. Dus bij het opstellen van het omgevingsplan moet eigenlijk al nagedacht worden over activiteiten en hoe ook die activiteiten zich verhouden tot andere activiteiten. Dus bij het maken van een omgevingsplan geef je dus heel expliciet aan van een stukje tekst, dit is een activiteit. We noemen dat eigenlijk ook het annoteren van activiteiten. Dus in dit geval, stel dat dit het omgevingsplan van wederom de gemeente Arnhem is, zal dus heel expliciet van het stukje tekst aangegeven worden, dit betreft de activiteit uitweg maken. We noemen dat ook wel het activiteitobject, dus dat je koppelt aan een stuk tekst. Wat je vervolgens doet, is op het moment dat je dat object hebt aangemaakt, is dat je ook aangeeft, en hier zie je eigenlijk al een stukje functionele structuur ontstaan, dat die uitweg maken in dit geval een overige activiteit is. Maar dat kan ook een milieubelastende activiteit zijn of een omgevingsplanactiviteit. Eigenlijk de alle activiteiten die je op die hogere laag ook terugziet in het omgevingsplan. Of in de functionele structuur, sorry. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die gezet wordt. Dus echt bij het maken van het plan is dat al. Op het moment dat omgevingsplan is opgesteld, dan wordt het natuurlijk gepubliceerd. Maar er gebeurt nog wat meer tijdens dat proces. Er wordt een van de bestanden die ook aangemaakt wordt, is een bestand waarin de activiteiten zitten. Van het omgevingsplan. Activiteiten, XML is dat eigenlijk. En dat is een van de bestanden die aangeboden wordt aan het bronhouderskoppervlak voor de LVBB. Waarmee dus eigenlijk het juridisch deel gepubliceerd wordt uiteindelijk. Zoals we ook in de viewer net gezien hebben, die Ari liet zien. Dus daar worden de plannen ontsloten. Maar eigenlijk alle informatie, we noemen dat de omgevingswetinformatie, die wordt doorgeleverd aan OZON. En OZON is het component dat de objectgerichte ontsluiting doet van alle omgevingswetinformatie. Nou, op het moment dat die informatie in OZON zit, kunnen we vanuit die registratie toepasbare regels kunnen we die informatie ophalen. Dus alle activiteiten, alle bovenliggende activiteiten. We noemen dat het synchronisatiemechanisme. En kunnen we dat uiteindelijk ook tonen in de registratie toepasbare regels. Dus je ziet hier inderdaad dan ook weer uiteindelijk die uitweg. Komt dus helemaal vanuit het maken van het omgevingsplan en wordt hier getoond, zodat we die kunnen gebruiken voor toepasbare regels. Je hebt een paar vragen ook, hè, ondertussen. Ja, ja. Schakel ik ondertussen even terug naar de demo.
Zal ik ze voorlezen, Maaike? Ja. Ga je gang. Er zijn twee vragen. Dus, eentje, voor de indiener is het feit dat een omgevingsdienst een gemeenschappelijke regeling is niet relevant. Dus zou ik bij de naamgeving weglaten. Dus dat is eigenlijk een soort feedback. Okay. Feedback. Ja. Goeie tip. Ja, en de andere, die is dat is een interessante vraag. Is het ook mogelijk om specifiek voor BRZO-inrichtingen een behandeldienst in te stellen? Dat zou een grote vooruitgang zijn ten opzichte van het huidige OLO. Ja, dat is helaas nog niet mogelijk. Dus die grote vooruitgang die laat nog even op zich wachten? Ja, ben ik bang voor wel. Ja. Zijn er wel ideeën voor? Of? Dat zullen we moeten kijken of dat binnen de uitbouw zou vallen of niet. Oké, ja. Nou, deze kunnen we dan daar wel meenemen, als er dingen zijn die... Ja, maar die hebben we bewust nog buiten beeld gelaten bij het opzetten van deze configuratie. Ja. Dat vonden we een aantal ingewikkelde aspecten aan. Oké, dus eigenlijk zeg je nu nog niet, maar hij kan wel op de lijst komen met mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Ja, daar zullen we naar moeten kijken. Ja, oké. Oké, nou... Schrijven we meteen op. We hebben gezien dus dat die uitweg via het maken van het omgevingsplan in die functionele structuur komt. Als we nou even naar de viewer schakelen, hier zien we het omgevingsplan van de gemeente Arnhem, zoals dat op de preproductie staat. En het omgevingsplan heeft een bepaalde identifier, omplan 01. En als je kijkt in de registratie toepasbare regels, zie je dat deze activiteit verwijst naar een document. En laat dat nou ook het omplan 01 zijn. Dus hier zie je direct de relatie naar het document. Activiteit heeft ook een juridische grondslag. Dat is in dit geval artikel 22.286 van subsectie 22.5.1. En als wij naar die subsectie gaan, die zien we inderdaad. 22.286 gaat over een uitweg. En wat zien we daar? Namelijk een uitweg of het gebruik voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik ervan. Die kennen we. Want dat is precies de activiteit die we nu ook hebben in die registratie toepasbare regels. In de viewer zien we hem nog niet als zodanig dat echt een activiteit is. Maar dit is wel degelijk het object dat meegekomen is met het opstellen van het plan. Nou, Maaike, je vroeg net van muteren. Want hoe werkt dat dan? Ja, je ziet hier eigenlijk dan ook dat het muteren niet 1, 2, 3 even gedaan is in die functionele structuur. Want dat is informatie die we delen met het omgevingsplan. Of eigenlijk ook de OW-informatie van het omgevingsplan. Dus dat betekent dat als ik bijvoorbeeld die naam wil veranderen van die activiteit in de functionele structuur. Of ik wil een einddatum zetten op die activiteit. Ja, dan moet ik toch echt terug naar het plan. Omdat die activiteit heeft een directe relatie met het juridisch document. Dus dat kan je niet zomaar wijzigen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk het object, zoals dat gekoppeld is aan dit plan, dat ik daar die wijziging op moet aanbrengen. Dus ik moet daar de naam van veranderen. Of ik moet mogelijk, als ik dat een einddatum wil geven, ja, dan houdt het plan kennelijk juridisch op. Dus dan moet ik het plan een einddatum geven. Nou, die informatie, dat kunnen we nu helaas nog niet laten zien. Maar die gaat dan ook weer door de hele keten heen. Door middel van het synchronisatiemechanisme dat we net gezien hebben. En zo komt die mutatie dan uiteindelijk in de functionele structuur terecht. En ja, je kunt de functionele structuur, daar kun je ook in filteren. Dus je kunt dus ook uiteindelijk zoeken op een bepaald datum wat de activiteit precies was. Nou, hoe verhoudt zich dat dan tussen toepasbare informatie? Je ziet eigenlijk hier, dit zijn alle kenmerken vanuit het omgevingsdocument. Dus alle informatie die hier staat, die zal via het mutatiemechanisme aangeleverd moeten worden. We hebben daarnaast de toepasbare informatie. En dat is echt de informatie die heel specifiek is voor toepasbare regels. Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden die ik kan koppelen aan activiteiten. De bevoegd gezagsbepaling. En informatie die ook nog nodig is voor het indienen. Die gaat niet via het omgevingsplan. Dat is echt heel specifiek voor toepasbare regels. En daar wordt het koppelvlak toepasbare regels te aanleveren service voor gebruikt. Dus dat kan los van het plan wel gewijzigd worden. Oké, dankjewel.
Ik wil zeggen, er, beantwoord dat een beetje jouw vraag van hoe werkt dat muteren? Ja, ik zit even te kijken in de chat, maar is helaas af en toe wat storing geweest in de uitzending. Ik hoop dat iedereen toch jouw verhaal heeft kunnen volgen. En anders valt het als het goed is terug te zien via de web. Er lijkt een stukje weggevallen bij een aantal gebruikers. Ik hoop dat de opname dat wel heeft. Jammer. Het was misschien te ingewikkeld. Ja. Vincent, als mensen die het gezien hebben of juist misschien per ongeluk gemist hebben, maar toch meer informatie over deze onderwerpen zouden willen hebben, waar kunnen ze dan terecht? Ja, nou, ze kunnen terecht, want we hebben een aantal documenten opgesteld ook voor, Arie zegt al, het is misschien te ingewikkeld. Daarom hebben we het ook allemaal gedocumenteerd. Kijk. Want voor het instellen van de behandeldienst en ook voor het bepalen van bevoegd gezag hebben we een document opgesteld. Wat eigenlijk je helemaal meeneemt in die verschillende smaken van die configuratie die ik heb laten zien. Dus het instellen op niveau van activiteit, op elk niveau van activiteit. Het instellen voor toestemming, het instellen op locatie voor behandeldienst. Maar ook voor het bevoegd gezag, wat je daarvoor moet doen. Dus dat beschrijft eigenlijk het document bevoegd gezag, logica en behandeldienstconfiguratie. Het tweede deel, het muteren en het toepasbaar maken. Daar hebben we een document voor toepasbare activiteiten en locaties in relatie tot toepasbare regels. Wat je eigenlijk ook helemaal meeneemt in het toepasbaar maken van de activiteiten en die relatie naar juridische regels. Wat ook een optie is om het webinar te bekijken. Waarin eigenlijk uitgelegd wordt hoe nou die functionele structuur en de juridische regels samenhangen. Dus wat ik nu verteld heb, is daar eigenlijk een korte versie van. Het webinar neemt je daar heel uitgebreid in mee. Oké, hartstikke mooi. Dankjewel. Het is sowieso een goede reclame, hè? Want die webinars die zijn best wel succes. Er zijn er steeds meer. Ik kom ze ook af en toe in mijn YouTube timeline gewoon tegen. Ja. En ik heb wat we nu hier doen, het is dus laten zien wat er de afgelopen kwartaal of 1-2 kwartalen is gemaakt. En wat we sowieso ook van plan zijn, hè, dat is om meer verdiepende sessies ook in de vorm van webinars aan te bieden. Dus hè, waar we meer in de diepgang bepaalde onderwerpen kunnen doen. Dus dat is iets wat we zeker door gaan zetten, denk ik. Hè? Ja. Ja, zeker. Dat is zeker de intentie. Dus volg vooral ook inderdaad wat dat betreft wat er op de ADS-site geplaatst wordt. En ga daar vaak regelmatig kijken. Want dan zie je ook welke updates er zijn. En via de gebruikelijke communicatiekanalen komt dat vast bij jullie. Dank jullie hartelijk, Arie en Vincent. En dan gaan we nu via de livestream, als het goed is, naar Wim Bakkeren van de VNG. En die gaat ons wat laten zien van de bruidschat van de gemeente Utrecht, als ik het goed heb vernomen. En aansluitend zal Serviras Yildirim van Binnenlandse Zaken ons een vooruitblik geven op de verdere ontwikkelingen van de bruidschat. Wim, wat krijgen we te zien van de bruidschat? Ja, goedemiddag allemaal. Ik hoop dat ik te horen en te zien ben en dat mijn scherm ook te zien is. Zo te zien wel, als ik de stream bekijk. Ik ga jullie even kort laten zien de bruidschat in het DSO, in de preproductieomgeving voor de gemeente Arnhem. En niet voor de gemeente Utrecht, maar dat maakt voor de inhoud niet uit. Maar ik heb gemerkt dat Arnhem wat beter werkt, omdat de gemeente Utrecht zelf al begonnen is met het aanpassen van de bruidschat. Dus ik wilde even de originele versie laten zien. Ik laat even de juridische regels zien, eigenlijk hetzelfde als wat Vincent net ook al even kort liet zien. Ik zal vooral even laten zien hoe je daar komt en wat je dan te zien krijgt. En ik zal ook de twee aanvraagformulieren die daarbij zitten voor velle houtopstand en voor het aanleggen van een uitweg laten zien. En daarna zal inderdaad Serviras nog even kort wat meer vertellen over de bruidschat en hoe we daarmee verder gaan. En momenteel zit de bruidschat voor twee gemeenten en voor twee waterschappen in het DSO, zowel in de preproductieomgeving als in de demo-omgeving, alhoewel het gisteren in de demo-omgeving nog niet helemaal optimaal werkte. Wat jullie zien hier is het omgevingsloket. Ik ga dan naar het onderdeel regels op de kaart. Ik zal het hieronder doen, dat is wat zichtbaarder. Dan komen we in het onderdeel regels op de kaart, wat Vincent net ook al liet zien. Dan zoek ik hier naar de gemeente Arnhem. Moet ik dat wel goed typen natuurlijk. Daar is die. Dan zeg ik zoeken en dan zeg ik hier dat ik alles wil zien.
En dan ga ik hier naar het onderdeel regels. En dan moeten we het loket even de tijd geven om die regels te vinden. Want dat is niet alleen de bruidschat, maar dat zijn ook alle geldende bestemmingsplannen en allerlei andere plannen die gelden op het grondgebied van de gemeente Arnhem. Dan zien we hier het omgevingsplan gemeente Arnhem verschijnen. Daar klik ik op. En dan krijgen we eigenlijk hetzelfde te zien als wat Vincent net al liet zien. Wat je hier ziet is het, hè, wat heet het tijdelijke omgevingsplan voor de gemeente Arnhem. Wat bestaat uit de bruidschat en gecombineerd met de op dat moment geldende bestemmingsplannen. Wat we hier dus zien is de inhoud van de bruidschat. Wat je ook zal zien, of wat je ook ziet, is dat de bruidschat begint in hoofdstuk 22. Dat hebben we zo afgesproken, dat de inhoud van de bruidschat in hoofdstuk 22 wordt geplaatst. En dat betekent dat als gemeente aan de slag gaan met de transitie van de bruidschat naar het omgevingsplan Nieuwe Stijl, dat ze dus langzaamaan onderdelen van hoofdstuk 22 zullen gaan vervangen door onderdelen die in de hoofdstukken 2 tot en met 21 een plek gaan krijgen. Ik zal even hier de citeertitel laten zien. En dan zie je dat dit omgevingsplan wordt aangehaald als omgevingsplan gemeente Arnhem. Wat je hier ziet in hoofdstuk 22 zijn de activiteiten. En wat je ziet is dat die eigenlijk uit drie delen bestaan. Hè. Activiteiten met betrekking tot bouwwerken enzovoort. Milieubelastende activiteiten. En aanleg of wijziging van wegen, spoorwegen. En hier tot slot de overige activiteiten. Die zal ik even openklikken, want daar zitten wel wat interessante dingen in. Als ik dan bij aanvraag vereisten kijk, dan zie je bijvoorbeeld hier onderaan, als ik dat open zou klikken, zie je alle aanvraag vereisten voor de vergunning aanvraag voor de uitweg. En hier zie je alle aanvraag vereisten voor de vergunning aanvraag voor de alarminstallatie. Dit schuifje, daarmee kan je het gebied laten zien waar die regels voor gelden. Dat is bij de bruidschat niet spannend, hè, want de bruidschat geldt voor het hele ambtsgebied van de gemeente. Dus dan zal die gewoon Arnhem opnieuw laten zien. Als je hierop klikt, dan krijg je de annotaties te zien die bij de bruidschat zitten. En dat zijn op dit moment alleen nog maar de activiteiten. En we verwachten dat dat bij volgende versies meer zal zijn dan alleen activiteiten. Dat bijvoorbeeld ook de thema's geannoteerd zullen zijn. Maar op dit moment zijn dat alleen de activiteiten. En dan zie je dus dat deze regels zijn geannoteerd met de activiteit alarminstallatie hebben. Dus dat is hoe je er komt en wat je dan te zien krijgt. Wat ik ook nog even zal laten zien, dat als je hier op hele document bekijken klikt, dan krijg je zeg maar, de integrale tekst ook weer ingeklapt. Dus die kan je ook weer uitklappen en dan zie je dezelfde dingen als dat we net zagen. Wat je hier nog extra ziet, is als je naar bijlagen gaat, dan kan je alle begripsbepalingen in de bruidschat zien. En dus dat is een hele lijst. Dat zijn alle begrippen die in de bruidschat zitten. Daarmee kijk ik even naar mijn aantekeningen. Heb ik denk de belangrijke dingen over de juridische bruidschat laten zien. En dan ga ik naar het onderdeel aanvragen. Dan moet ik even inloggen. En dan ga ik naar aanvragen. Dan start ik aanvragen. Dan doe ik een demo. En een demo. Ga ik naar de volgende stap, kies ik een willekeurig adres in Arnhem, want dat doet er niet toe. Want de bruidschat is voor de hele regio, of de hele gemeente Arnhem hetzelfde. Dus ik kies het eerste adres wat opkomt, ik zeg volgende stap. En dan moet ik hier aangeven waar ik een aanvraag voor wil doen. Nou, er zijn nu bij de bruidschat zitten, het zijn twee aanvraagformulieren beschikbaar. De ene is voor uitweg. Dus die zoek ik naar en dan moet ik deze hebben. Dus niet degene waar oefen voor staat, maar de tweede. En ik wil ook nog houtopstand hebben. Velle houtopstand, hier moet ik de eerste hebben. Volgende. En wat je dan hier ziet, ik ga niet de hele aanvraag indienen, want dat duurt te lang. Maar wat je dan hier ziet, is zowel het, zeg maar, de vragen die horen bij het vergunningaanvraagformulier voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg. En voor het vellen van een houtopstand. En dus ik zal deze bijvoorbeeld bij een velle houtopstand opnemen, even openklappen. Dus dat is wat je nu voor de gemeente Arnhem en ook voor de gemeente Utrecht in DSO, in het omgevingsloket, kan vinden qua bruidschat content. Dan wil ik tot slot ook nog eventjes de inhoud van de registratie toepasbare regels laten zien
die Vincent net ook al liet zien. Ik zal vooral ook weer even laten zien hoe je daar komt. Als je naar de functionele structuur gaat, hè, dat is pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie toepasbare regels met daar dan steeds een streepje tussen. Dat zie je hierboven. Als je daar dan kiest, zoekt op gemeente Arnhem, dan krijg je vervolgens, ik zal het even dichtklappen, dan zien we hoe dat eruit ziet. Dan zie je eigenlijk twee onderdelen. Dan moet je de bovenste hebben, activiteiten met gevolg voor de fysieke leefomgeving. Dan moet je vervolgens hebben activiteit gereguleerd in het omgevingsplan. En dan daarbinnen activiteit gereguleerd in het omgevingsplan gemeente Arnhem of gemeente Utrecht. En dan heb ik net laten zien dat er voor velle houtopstand en voor uitwegmaken, dat daar vergunningaanvraagformulieren in zitten. Voor de rest dus nog niet. Dat kan je zien, hè. Hier hangen indieningsvereiste aanvraagvergunning aan. En hier hangen ook indieningsvereiste aanvraagvergunning aan. En wat je hier ook ziet, is dat daar STTR aan hangt. Dus als ik daarop klik, dan zie je de structuur van de vragenboom die bij deze vergunningaanvraag hoort. En die kan je ook downloaden als je hierop klikt. Dus als je nou wil zien hoe dat eruit ziet en als je dat in wil lezen in je eigen toepasbare regelsoftware en dat eventueel ook aan zou willen passen om mee te oefenen, dan kan dat. Daar wou ik het voor nu bij laten en dan geef ik het woord aan Sergio. Ja, dankjewel. Dat doen we even goed zo, even teamwork. Ik ga heel even kort toelichten over een communicatietekst en wil ik mensen naartoe verwijzen over de planning van het traject digitalisering bruidschat. Ik weet even niet of ik goed verstaanbaar ben, want ik ben meteen begonnen met mijn verhaal, maar ik hoop dat ik ook goed verstaanbaar ben voor iedereen in de studio en de kijkers thuis. Mooi. Wij hebben op de site van Aan de Slag Omgevingswet hebben wij een stukje communicatie gepubliceerd en die gaan we ook actueel houden. Dat kan je vinden als je op deze site klikt op bruidschat. Yes, dat doet Wim nu zo voor mij. En dan beneden onderaan zie je een tegeltje bruidschat DSO. Als je daarop klikt, dan zie je een stuk tekst en die gaan wij dus actueel houden en de planning toevoegen, zodat men weet wat er verwacht staat. Want we hebben heel wat vragen gekregen van wanneer krijgen we nou een testbestand en wanneer kunnen we oefenen. We proberen zoveel mogelijk informatie hierin op te nemen. Wat we de vorige kwartaal hebben gedaan, wat Wim net heeft gepresenteerd, dat is dus een testbestand opleveren voor 4 bevoegde gezagen, 2 gemeenten en 2 waterschappen. Gedurende het traject komen we dus issues tegen, dingen tegen wat wel goed werkt, wat niet goed werkt, wat we moeten oppakken. En ook dat nemen wij mee. En op basis daarvan moeten we ook onze planning bijstellen. En dat voegen we toe aan deze tekst. Voor de volgende kwartaal staat gepland dat wij in ieder geval voor alle bevoegde gezagen een testbestand willen opleveren, waarin we de kopieslag van de juridische tekst dus meenemen, wat we het vorige kwartaal hadden gedaan. Maar nu komt ook nog de kopieslag voor de toepasbare regels, zodat dan de bevoegde gezagen ook vanuit hun eigen opgeleverde testbestand met de toepasbare regels de vragenbomen kunnen oefenen. We hadden in dit bestand enkele activiteiten zoals uitweg maken, houtopstand vellen meegenomen voor de gemeente en voor de water, onttrekken van grondwater en oppervlaktewater. In de eerstvolgende testbestand die we gaan opleveren willen we nog enkele activiteiten extra toevoegen. En dat staat dus gepland en ook staat er gepland om samen met de leverancier een opleverscenario op te stellen en ook uit te voeren, zodat ieder bevoegd gezag met de eigen leverancier het bestand kan inlezen en eventueel kan wijzigen en hopelijk daarna ook nog kan uploaden en om dat te gaan testen. Dus nogmaals, ik wil jullie verwijzen naar deze link op de site en dat houden wij actueel. Mochten er vragen zijn, opmerkingen zijn, dan kan dat altijd gemaild worden. Dat kan eventueel ook rechtstreeks naar mij, maar volgens mij staat hieronder ook in de tekst dat je kunt mailen of bellen. Dus maak daar gebruik van. Wil ik zeggen. Oké. Hartelijk dank Wim en Serviras. Serviras, jij zegt net van de komende tijd. Heb je daar een specifiekere tijdszone voor wanneer gemeentes en ook andere bevoegde gezagen kunnen verwachten dat ze de bruidschat gaan krijgen? Ja, ik wil wel even opmerken aan jou ook. Af en toe valt jouw stem weg. Ik weet niet of dat ligt aan de microfoon of dat wat dichterbij gezet moet worden. Maar heel af en toe valt jouw stem weg. Ik heb je wel begrepen.
Er staat hier nog in de tekst, dat wordt aangepast hoor, dat het medio of eind augustus wordt. Maar dat wordt, als het goed is, oktober. Want dat klopt dan nu even niet zo zoals het hier staat. Omdat ook de DSO-omgeving natuurlijk beschikbaar moet zijn. En daar volgt een upgrade. Dat neemt wat tijd in beslag. En daarna kunnen wij onze testbestanden daarin invoeren. Dus dat wordt oktober. Oké, hartelijk dank. Ja. En ook maar dat wordt ook aangepast in deze tekst. Ja. Helemaal mooi. Normaal zou je applausje geven. Hè? Ja, maar... ja, nou ja, bij deze. En hartelijk dank allemaal voor het kijken. Dit was wat ons betreft het einde van ronde 1. En we gaan zo direct verder met ronde 2.